Dag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Z-Insurance. Het minste dat we over de verzekeringssector kunnen zeggen is dat ze voor grote uitdagingen staat. De voorbije weken waren verschillende verzekeringsmaatschappijen in het nieuws met de aankondiging van herstructureringsplannen. En daarbij werd stevast verwezen naar de digitalisering. Mijn gast vandaag is Hans de Kuiper, de CEO van AG Insurance en een man met een uitgesproken mening over digitalisering. Meneer de Kuiper, welkom. Ja, het lijkt een beetje alsof de verzekeringssector nu pas ontdekt heeft dat de wereld digitaliseert. Of zie ik dat verkeerd? Ik wil dat beeld toch enigszins nuanceren. De voorbije 20 jaar hebben de verzekeraars al zeer zwaar geïnvesteerd in de automatisering, vooral van de relatie tussen de maatschappij en hun distributiepartners. En dan denk ik aan de makelaars of bijvoorbeeld de bankverzekeraars. En daardoor beschikt de sector vandaag over heel performante platformen om de contracten te beheren en om gegevens uit te wisselen. Wat we nu zien, ondersteund door de nieuwe digitale technologieën, wordt het mogelijk om toepassingen te bouwen richting de eindklant. Waarom is dat vandaag zo belangrijk om die eindklant ook digitale services aan te bieden? Wel, in deze nieuwe economie, zoals we dat vaak noemen, verandert uiteraard ook het gedrag van de klant. De klant is kritischer geworden, de klant is beter geïnformeerd en hij heeft ook nieuwe behoeftes. En daar willen wij als verzekeraar ook actief op inspelen. We zien dat verzekeraars, maar ook makelaars en bancaire partners vandaag nog te weinig contacten hebben met hun klanten. En via de digitale mogelijkheden kunnen we dat klantencontact gaan versterken, kunnen we de klant beter gaan begeleiden omtrent de verschillende risico's in de verschillende fases van zijn leven. Betekent dat ook dat het métier van het verzekeren een beetje verandert? Het métier van het verzekeren zal zeker ook veranderen. Hè. Ik denk dat we nieuwe dienstverleningen, gepersonaliseerde producten en diensten gaan aanbieden. Ik denk in het kader van preventie, ik denk in het kader van bijstand bijvoorbeeld. Maar ook de andere kant van het verhaal, hè. De digitale technologie brengt ook de zogenaamde Internet of Things. Of bijvoorbeeld de evolutie van de autonome voertuigen. En dat zien we dat dat een omgeving gaat creëren voor de klant die veiliger is, die ook meer geconnecteerd is. Maar we weten ook dat elke nieuwe evolutie ook nieuwe risico's doet ontstaan. En daar willen wij ook als verzekeraar proactief op inspelen. Ik denk bijvoorbeeld aan het onderwerp rond cybercriminaliteit. Ja. Toch nog even over die relatie met die klant. Hoe zit dat dan met het persoonlijke aspect? Dat blijft belangrijk, neem ik aan. Wel, ik denk digitalisering en een persoonlijk contact gaan hand in hand. Het een gaat het andere niet vervangen. Digitalisering moet het persoonlijk contact versterken. Verzekeringen, historisch, is toch een relatie van vertrouwen. Een vertrouwen met de maatschappij, maar zelfs in de eerste plaats een vertrouwen met de makelaar of met bijvoorbeeld uw bancaire partner. En daarom, bij AG Insurance, investeren wij ook enorm in de automatisering, de digitalisering van die relatie tussen de makelaar en de eindklant. Hans Kuiper, hartelijk bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. En u, dames en heren, bent bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Z Insurance.